Een asielzoeker? Ja. Heeft u overheen gereden? Over zijn haar. Hij lag er zo. Oh, ik kon er net mooi met haar overheen. Nee. Ik dacht bij mezelf met zijn bek dicht door een trap kwam dicht. Nieuws. Vandaag vertrekken er bussen vol asielzoekers vanuit Ter Apel naar Biddinghuizen toe. Omdat vanavond de deadline voor het COA afloopt en mogen dan namelijk niet meer dan 2000 asielzoekers in het AZC zitten. De rust lijkt dus al wedergekeerd in Ter Apel. Was dat maar waar. De rust lijkt wedergekeerd. En degene die dat geloven, dan blijf lekker in sprookjes geloven, want wij zullen geen rust gaan vinden. En jij gelooft het? U niet? Nee. Nee, waarom niet? Omdat die mensen gewoon binnenkomen en die weten niet van of dat 2000 zijn of geen 2000 zijn. Dus die blijven echt niet voor de poort staan, zo van, oh, we mogen niet naar binnen. Eerst moet het even afwachten of dit lukt. Ja, ja. En voor de rest denk ik niks. En heeft u niet zo'n gedachte van, ja, die 200 mensen hadden best kunnen blijven, dus maar 10%? Nou nee, je hebt het misschien niet van dichtbij gezien, maar dan is het soms een beetje intriest wat er gebeurt. En wat gebeurt er dan? Nou, mensen onderende omstandigheden. Dus gewoon niet hygiënisch, niet veilig, et cetera. In het AZC zelf bedoelt u nu? In het AZC, ja. Het COA moet beter zijn best doen. Het COA moet beter zijn best doen, maar dat doen ze toch eigenlijk al? Dat is nog gekloot hoor. Ja, er zijn nu 200 asielzoekers, zijn dus weg. Ja, wat vindt u daarvan? 1500 te weinig. Ter Apel, met alle respect, staat aan de bakermat van de teleurgang van de BV Nederland. En waarom? Toen die veilige landers hier kwamen, is daar niet adequaat tegen opgetreden. En er is ook niet met voldoende compassie tegen opgetreden. Maar er is gewoon gezegd, nou ja, ja, valt wel mee. Maar het dorp is in principe, ik wil niet zeggen naar de kloten gegaan, maar het heeft wel een behoorlijke neerwaartse spiraal hier neergelegd. Hoe zijn de afgelopen nachten van jullie geweest? Heel druk. Ik heb avondeten pas na middernacht gehad. Heb ik een broodje gemaakt. Ik ben er niet aan toegekomen. Dus druk, heel druk. Hoe komt dat? Ik krijg het vermoeden dat ze gewoon daar uit de poorten worden weggestuurd. Van we hebben geen plek, ga weg. En we hebben heel veel buitenslapers. Echt heel veel. En s'avonds zijn er ook echt heel veel mensen op pad die proberen auto's in te komen, huizen in te komen. Dus het wordt steeds gekker. Het wordt echt steeds gekker. Vertel hem even, ja? Dat het is hier heel gevaarlijk, dangerous. Ja, voor de carnaval, yeah, wel. It's for you not safe here, it's dangerous, because in Holland it is in this weekend carnaval, and it's a big party. Alcohol. Yeah, men, yeah. People drink a lot. And then when you sleep here, they can hit you or anything. Yeah? Het COA moet dus nu na vanavond schoon schip hebben gemaakt. Ik neem dan aan dat deze overlastgevers dan worden weggehaald. Nou, ik ben bang dat de overlastgevers hier blijven. En de gezinnen, waar wij in principe helemaal natuurlijk helemaal geen last van hebben, dat die worden elders daartoe gebracht. En de overlastgevers, ik denk dat wij die hier gaan houden. De spreidingswet, merken jullie daar al positieve effecten van? Ja, ik denk dat ze het probleem over heel Nederland gaan verspreiden. En ik heb net ook begrepen, de plek waar ze naartoe gaan is, hoe heet dat ook alweer, het dorpje? Biddinghuizen. Ik heb opgezocht, 7000 inwoners. Dus het lijkt net dat zij kleine dorpjes te grazen willen nemen. Want kleine dorpjes bij elkaar krijgen om een weerwoord te geven is lastig. Als ze op stroren liggen en dan leg voor de toeter alleen op stroren. Ik wil bovenaan en ren. Op een auto weg. Een asielzoeker? Ja. Heeft u overheen gereden? Over zijn haar. Hij lag er zo. Oh, ik kon er net mooi met haar overheen. Nee. Ik dacht bij mezelf met zijn bek dicht door een trap kwam dicht. Behoorlijk overdreven deze reactie. Nee, ze moet net anders in Turkije. Als ze doorstelen, pats, vingers eraf. Maar willen we dat in Nederland zo'n recht staat? Ja, als ze stil, het is geen nee, als ze niet van ons stil, maar zegt u dat? Nee, maar dan kun je toch niet iemand hand eraf hakken? Vinger wel, dat is het nooit weer. Het was september, was mooi weer, zitten hier op een terrasje, zitten drie van die Syrische meisjes met een hoofddoekje om, zitten daar een ijsje te eten en ik ga er nog even bij zitten en we hebben nog een beetje lol. Dan denk je bent een beetje de vieze oude man. Ja, nou, ik weet het misschien wel. Maakt me ook niet uit hoe ze me noemen, want het interesseert me toch niks. Maar dan hebben we een beetje lol en dan denk ik, kijk, zo kan het ook. En dan ben ik trots om Ter Apeler te zijn. Hey, waarom sta je hier vandaag? Nou, maakt eigenlijk allemaal niks uit. Zorg dat je geabonneerd bent en ons volgt op de socials.